Dames en heren, dit gaan jullie niet geloven. Ik was gewoon lekker een potje Brawl Stars aan het spelen. Ineens krijg ik 2 Stardrops. Nou, in die eerste zat niks natuurlijk. En die tweede was een legendarische. Nu zeg ik je eerlijk, een legendarische Stardrop heeft vaak ook niks. Maar dit keer! Kijk eens, wat voor nieuwe knokker ik gekregen heb. Ja! Melody, ja, je ziet het goed. Ik kan het niet geloven. Ik ga gelijk Melody upgraden. Want heel veel mensen vinden dit de beste knokker in de game. En dat ga ik zo uitleggen. Maar vandaag voel ik nog meer geluk. Ik heb hier nog 2 Stardrops die ik kan vrijspelen. En nog 2 Stardrops. Maar daarnaast in Ranked kan ik ook nog een mythische Stardrop krijgen. Ik voel hem aankomen. Nog een knokker. Ik voel het gewoon. Ik heb een leuke regel. Als ik namelijk geen nieuwe knokker erbij krijg, dan moet ik de hele shop leegkopen. Dus elke aanbieding die hier staat, ja, die moet ik kopen. Dus ik hoop dat ik nog een knokker krijg. Zo, ik pak gauw even wat krachtpunten uit mijn Brawl Pass. En dan gaat Melody helemaal naar kracht 7 of zo. Prima. Dit is waarom Melody zo goed is. Kijk wat zij kan. 3 dashes achter elkaar. Nou, je kan het wel invullen. Dit kan enorm goed zijn in knokbal. En ik ga het voor jullie testen. En als ik dit potje win, krijg ik natuurlijk gelijk 2 nieuwe Stardrops. Kijk hier. Pas die bal, pas die bal, pas die bal. Pas die bal. Naar mij. Pas naar mij, ik wil het laten zien. Wat een ego speler, maar hij scoort. Oh, hij scoort niet, hij mist ook nog. Deze man, hij mist. Kijk, kortie, kortie, kortie. 1, 2, 3. Oh, nu ben ik wel een beetje scheef, maar je ziet de bedoeling. Boom, ik scoor. Kijk hoe goed die Melody is. Ik snap wel waarom mensen dit een van de beste knokkers vinden in de game. En die heb ik gewoon dus gratis gekregen. Oké, maak het af. Score hem. Ja, goed. Mooi. Oké, daar komen ze dan. De eerste 2 Stardrops. Het is gewoon een zeldzame. Zou mijn geluk dan op zijn? Nee. Ik voel vandaag nog een hele goede aankomen. Dit is hem niet. Oké, we hebben nog 3 kansen. En anders moet ik de hele shop leegkopen. En ik heb het uitgerekend. Het is ongeveer iets van 60 euro wat ik moet uitgeven. Is behoorlijk duur. Dit zijn iets van 700 gems. Dus ik wil het liever niet doen. Maar eerst moeten we die winst pakken in ranked. En ik ga dus nu al bijna naar goud. Volgens mij is dat nog steeds heel noob. Maar hey, ik ben trots op mezelf. Als ik goud kan halen, dan ben ik best wel goed, toch? Nee, niet. Nee, is goud nog steeds slecht? Oké. Hé, ik ga wel weer naar Masters Push een keer. Komt goed. Oké. Hup, snel. Kom op, blast erheen. Boom. Zie je die gadget? Die gadget is zo OP. Nu moeten we. Kom op. Kill die dynamite. Ja. Kill hem. Boom. Oké, snel. Easy win. Draco is zo OP. Het is niet normaal. We blasten er weer doorheen. Ja hoor. Kaboom, baby. En we hebben hem. We hebben hem gewoon. Boom. Easy ster spelen dit. Huppakee, eerste win is binnen. En ik ben zilver 3. Zo makkelijk kan het dus gaan. En krijg ik... Oh, ik krijg hier ook iets voor. Oh, 100 bling. Zo. Hey, kijk eens even. Ja, het gaat me allemaal natuurlijk om die mythische stalder. Die moet ik gewoon hebben. Want daar kan dus ook best wel makkelijk een knokker in zitten. Kijk, ik moet zeggen, zilver is best wel simpel om nog in te winnen. Dus ik probeer vandaag ongeslagen te blijven in ranked. Gaat het me lukken? Laat het weten in de comments. Moet ik niet doodgaan? Nee, ik ga wel dood. Oh nee, dat was een triple kill van die gast. Oh, ja, yes, ik heb weer een kill, oké. We staan weer voor, niks aan de hand. Oké, ik heb een 4 en ik heb die blauwe ook. Ik mag niet doodgaan. Oh, ik heb mijn hyperkracht, hypercharge baby, kom op, kill hem. Kill, ja, nice, we hebben gewonnen, nice. Goed gedaan, teammaat. Nog steeds ongeslagen. En weer een stap dichterbij, die Stardrops. Dit wordt weer een easy win, dames en heren. Kijk eens even, we gaan dit zo makkelijk winnen. Oh, pas op, niet doodgaan. Boom, ja, easy. Ja, mensen, ik hoop dat jullie een beetje hebben gespeeld de afgelopen dagen. Want je krijgt dus elke dag 2 keer zoveel Stardrops. En ik heb dus eerder deze week ook alle legendarische Stardrops gekregen, waar 1000 credits in zaten. Eigenlijk is dat gewoon een halve knokken wat je krijgt. En dat is best wel ziek. Kom op, ja, raak hem. Kom op, kill hem. Ik heb bijna mijn hypercharge, kom op. Nu moet het gebeuren. 2-1, easy. Ja, hypercharge. Hypercharge, baby. Kaboom. Ja, jongens, ik weet niet hoe makkelijk dit is, maar ik ben al bijna goud, joh. En daarna heb je diamond, toch? En daarna nog iets, volgens mij. En daarna... Ik heb geen idee. Ik ben nog nooit zo ver gekomen, natuurlijk. Oké, het laatste potje. Dan krijg ik 2 Stardrops. En dit is ongelooflijk spannend, want ik wil oprecht niet die shop leegkopen. Dit zijn heel veel dingen die ik moet kopen. Oké, het is tijd voor gem grab. En deze is super chill met Draco. Iedereen loopt alleen maar naar het midden. En als ik nu mijn super krijg, dan ben ik echt binnen. Daar komen ze. Ze gaan pushen. Nee. Echt, wat haat ik dynamite. Is zo goed. Kom op, die activeren. Ja, boom erop. Yes. Kill die dynamite. Au. We hebben hem. Niks aan de hand. Terug. Snel terug. Oké, we staan voor. Het moet gebeuren. Ik wil ongeslagen blijven. Boom.
Sneaky kill tussendoor. Bijna weer mijn super te pakken. Oh, pas op. Die dynamite van hun is goed. Maar niet goed genoeg voor Draco. Au, 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 au. Au, au, au. Oh nee, ze komen terug. Nee, nee, ik wil ongeslagen blijven. Dit mag niet gebeuren, dit mag niet gebeuren. Oké, ik gooi, activeer hem. Ja, let's go. Deze drop, kom op. Blast er één. Die dynamite moet dood, die moet snel dood. Boom, die is dood. Ik ben ook weer bijna dood. Yes, oké, we gaan hem binnen. Easy, dit wordt easy. Boom, boom, boom. Dynamite. Laat de dynamite. Easy. Huppakee. En we blijven erheen. We blijven erheen. Ja, joh. Ga maar lekker dood. Ga lekker dood, joh. Terugtrekken, jongens. Terugtrekken. Boom, baby. En dit betekent maar één ding. Je boy krijgt 2 stardrops erbij. En ik voel een legendarisch aankomen. Ik voel het. Het geluk is aan mijn zij. En de eerste. Het is een zeldzaam. Het is een opwarmetje. Opwarmetje. Niks aan de hand. De tweede. Daar komt hij. Tak, 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 tak. Ja, wat had ik ook verwacht. Wat had ik ook verwacht. Jongen, jongen, jongen. Nou, we hebben nog 1 kans. We hebben echt nog 1 kans. Maar dit is wel een hele grote kans. Het is een mythische stardrop. De 1 na beste stardrop in de game. Maar voordat ik naar goud ga, ga ik eerst nog even een gadget kopen voor Melody. Want deze knokker heeft 2 hele chille gadgets. En volgens mij is die shield dus echt het allerbeste. Dus die ga ik kopen. Kijk, ik laat het zien. Als ik namelijk een actie nu inzet en ik ga op die goal, dan moet ik even die gadget van me inzetten, waardoor ik eigenlijk ook niet dood ga. Er komt een al prima op me af. Ah, ga weg, ga weg. Weg, weg. Hier, pas die bal, Henk. Pas die bal. Boom, 1. Hier, ik kan al scoren, easy. Kijk, bij elke hit die ik hun raak, krijg ik zo'n ding om me heen. En op basis daarvan wordt mijn shield ook gebaseerd. Dus je ziet nu, ik heb nu 1000 shield in 1 keer. Ondertussen scoren we weer casual. Maar wat je dus wil doen is simpel. Je wil een paar keer hitten, zodat je een best wel breed ding om je heen krijgt. Kijk, ik heb nu 3 om me heen. Nu krijg ik best wel een dik shield van 2000. Nu moet ik alleen nog even mijn super opladen. Kijk, en dan ga ik. 1, 2, ho. Oh. Ja, en dan komt hij de derde. Burst er gewoon heen. Kaboom! Melody is echt insane. En deze gadget maakt haar alleen nog maar beter. Hier, ik heb weer een shield voor bijna 2000. Die loopt wel heel snel af, dus ik time hem wel heel dom. Ondertussen scoren we. Maar laten we haar ook even kracht 9 krijgen. En even koekeloeren naar die star powers van haar. Hier, als ik namelijk die noten om me heen heb, dan kan ik dus ook nog sneller lopen. Wat ook super chill is. Deze is ook wel chill dat die noten langer blijven. Ik denk dat deze beter is. Ja, die gaan we kopen. Oh, ik heb dat geld. Ik heb dat geld niet. Nou. Zometeen moet ik waarschijnlijk de shop leeg kopen. Dan heb ik wel weer genoeg geld. Ik ga het dan wel kopen. Laten we eerst naar goud pushen. En dit is waarschijnlijk of het laatste potje of één laatste potje in rank wat ik moet spelen. En we gaan lekken. De tegenstanders zijn niet heel goed. Ik blast er. Ik mis wel mijn super. Dus ik ben ook niet heel goed. Oh nee. Oké, okay, ze zijn wel goed. Ze zijn wel goed. Ze zijn wel goed. Ah, ik mis weer mijn super. Hoe ben ik zo weak? Waarom mis ik alles? Waarom mis ik? Ik heb mijn super. Oh, hypercharge. Hypercharge, baby. Ik mis weer mijn super bijna. Ah, oké. Okay. Dat ging niet goed. Dat ging niet goed. Zij gaan dit winnen. Nee, ik ben niet. Nee, ik ben niet ongeslagen vandaag. Nee, ik ben niet ongeslagen vandaag. Oké, okay, het kan nog. Het kan nog. Het kan nog. Pas op nou, pas op. Ja. Oh, het kan echt nog. Het kan echt nog. Nee. Mijn teammate was gretig. Hij was heel gretig. Oké. Okay. Nou, top. Oh, zo. Ik daal best wel veel, man. Wop, kill ze. Ja, ik gooi die er mooi op. Kom op, pleur het erop. Tuurlijk gaat hij weer mis. Oh, pas op, pas op. Oh, niet doodgaan. Waarom doen mijn teammates ook helemaal niks? Ze staan er maar wat. Die, plaats die. Ja, kill hem. Nee, kill hem. Kom op. Ah, shit. Ja, kill hem. Nice. Goed, 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 goed. Nee, nee, ja, ook goed. Easy. Easy win. Boom. Deze pleuren we er even op. Kaboom. Zit iemand in daar? Ja. Oké, okay. Wat doen ze er al met die bosjes de hele tijd? Oké, okay, nou die is dood. Oh nee, oh nee, oh nee, 2 tegen 1. Oké, okay, je kan dit. Oh, boom. 1 tegen 1. Kom erop, kom erop. Die, boom, die zetten we neer. Boom, boom. Nee, kill hem, kill hem. Nee, 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 nee. Dit gaan we niet doen, dit gaan we niet doen. Oh, waarom mis ik die weer? Kom op, ja. Hit hem, hit hem, hit hem, hit hem, hit hem. Nee, nee, nee. Oh, gelukkig, we hebben hem. Easy. Jongens, daar ben ik dan met de kip carry. Kijk mijn damage, 60.000. Ha, wat ben ik ook goed. Ha, ongelooflijk. Oké, okay, ik denk dat dit het laatste potje is. En die ga ik natuurlijk spelen met Henk, mijn favoriete knokker. Kijk dan hoe cool die is. Kaboom! Kijk, zij spelen ook met een Melody, omdat die natuurlijk een van de beste is in de game. Kom op, schieten. Ja, die is dood. Oké. Okay. Goal. Kom op, erin. Oh, shit. Kom op, rustig erop. Ja, ja. Hit. Boom. Boom. Oh. Nee, 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 nee. Ja, ga rood, ga rood. Dit wordt een spannend potje. Dit wordt een heel spannend potje. Oké, okay, ik schiet mijn super. Boom. Die mis ik natuurlijk weer. Die super van Henk is zo ongelooflijk slecht. Maar dan gaan we dan. We zijn los. We zijn los. Ja. Kom op, jongens. We gaan. Push, push. Ja. Drop, 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 drop. Ik score wel. Ik score wel. Boom. Ja. In het hoekie. Oh, nee, nee, nee. Wat? Oh, zo. Oké, okay, nu lopen. Nu alleen maar lopen. Ik hoef maar 1 ding te doen. Lekker lopen. Lekker lopen. Hier, ik pas die bal lekker in jou. Pak maar vast. Goed zo. Pak maar vast. Oh, hij is slim. Hij pakt hem niet vast. Hij trapt er niet in. Hij trapt er niet in. Boom. Ik pas hem naar jou. Nee. Teammate. Pak hem. Score, teammate. Let's go. Dames en heren. Is dit dan goud? Ja hoor.
Ho, 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 goud. Kijk eens even. Ja hoor, en oh, dit staat wel leuk op mijn profiel. Als ik nu in plaats van zilver een keer goud ben. Is toch wat beter. En daar is hij dan. Daar is hij dan. Nou, zou er een knokker in zitten. Kom op, het kan hè. De kans is best wel aanwezig. Dan gaan we naar 3, 2, 1. Credits. Wel 200 credits, hè. Het is niet heel slecht. Niet heel goed of zo. Maar hey. Oh, kut. Ik moet de shop kopen. Shit. Oh, dit is zo dom. Nou, ja, laten we maar beginnen. We beginnen met deze hele mooie speciale aanbieding van Surge. Oké, die gaan we kopen. Heel cool. Hé, is met een nieuwe knokker. Oh, dacht ik. Oprecht, deze skin is wel heel vet. Ik zet die gelijk aan. Top. Dan gaan we een euro betalen voor een hele vette Byron skin. Ja, dat is aanbieding 2. Oké, kom maar door. Kom met die Byron. Ja hoor, mooi. Ik vind hem oprecht een mooie skin. Dus die hebben we in het zakkie. Dan gaan we naar de volgende. Dat zijn 4000 munten. Trouwens, oprecht, vergelijk deze aanbiedingen met elkaar. 3000 munten voor 79 gems. Of 4000 munten voor 200 gems. Geen idee wie ooit deze groene zou kopen. Maar ik moet het doen omdat dat de challenge was. 4000 munten, oké. Weet je wat, we gaan gelijk even naar Melody. En dan koop ik even kijken. Welke gaan we even doen? De tweede natuurlijk. Kom maar door hoor. Ja, ja. Nou, perfect. Die Melody voor mij is ook gelijk heel goed. Dan hebben wij nog een aanbieding van 79 gems. Oké. Nou, kom maar door. Dit is wel echt wel een goede aanbieding trouwens. 3000 munten erbij. Oh, dit is zo duur. Echt, dit. Oké. Nou, krachtpunten had ik ook nodig. Ja, dankjewel. Dit was best wel een prima aanbieding nog trouwens. En die laatste, deze is ook echt wel prima. Want en ik krijg weer bijna 4000 munten en 2200 krachtpunten. Dus weet je wat, ik ga hem kopen. Het was heel erg duur. Ik had gehoopt dat ik nog een knokker zou krijgen. Maar helaas, het is mij niet gegund. En moet je nagaan wat ik allemaal nog in mijn Brawl Pass heb. Hè? Ik heb zometeen zoveel munten. Dus ik kan eindelijk wat knokkers op max level krijgen. En ik kan misschien een Hypercharge gaan kopen. Maar dat is iets voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Je weet wat je moet doen. Op naar die 250k. Klik ook even op dat duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Check de video naast je. Dikke doei. Dikke later.